Nah. En hartelijk welkom hier bij SCF. Zeker als je voor het eerst bent, hartelijk welkom. We zijn bezig met de fantastische Psalm 23. En Psalm 23 is iets bijzonders, geschreven door een bijzonder persoon. En die persoon was David. David was als jong jongetje een herder van schapen. Je kunt je niet voorstellen dat het zijn leven was. Elke dag geblaar, elke dag geblaad. En dat hij daar uiteindelijk als een groot koning, een groot strijder, daar een psalm over geschreven heeft. En schrijft over de diepste ervaringen, over zijn hart, in zijn leven. Het thema van vandaag is: u bereidt voor mij een tafel waar mijn vijanden bij zijn. We kunnen dat lezen in Psalm 23, vers 5. Is dat het volgende: u bereidt voor mij een feestmaal voor waar mijn vijanden bij zijn. U zalft mijn hoofd als bij een persoonlijke gast. Mijn beker vloeit over van uw zegen. Dat is zo'n simpele tekst, maar met zo'n diepe betekenis. Ik stel voor dat we samen gaan bidden om echt die betekenis van Gods perspectief en de ervaringen van David vanavond te ontdekken. Zodat we daarmee naar huis kunnen gaan en dat het ons leven verfrist op een hele nieuwe manier. Jezus, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat u ons vanavond weer nieuwe dingen wilt leren. Heer, die ons leven nog meer leven geven. Want uw manier is altijd de beste manier. Dank u wel voor David, voor zijn hart en voor zijn passie. Die gevochten heeft met mensen, die gevochten heeft met u. Maar altijd blijft vasthouden aan die fantastische, machtige God. Waarin hij zoveel fantastische ervaringen had met u. En Jezus, we willen diezelfde ervaringen hebben zoals David. Dat we gaan snappen en begrijpen wat een leven met u is. Dat u altijd bij ons bent, dat u altijd te vertrouwen bent. En dat u ons brengt naar die fantastische groene weide waar u voor ons klaarstaat. En dat u ons klaargemaakt heeft als een heerlijk gedekte tafel. Amen. Ja, bijzondere woorden met ontzettend veel betekenis. En als je deze tekst leest en je weet dat David deze tekst schreef vanuit het perspectief van een schaap, waarin David mensen vergelijkte, ons, met schapen. Kun je een beetje blaren? Ja, we kunnen goed blaren, misschien ook een beetje miauwen, misschien ook goed klagen, net zoals een schaap soms doet. Maar als je het vers goed leest, dan is het eigenlijk een beetje een raar vers, vind je niet? Zie je al een schaap zitten aan tafel, wachtend op de maaltijd? Ik wil eten, ik wil eten. Dat is eigenlijk een beetje wat dit vers zegt. En waarin een schaap aan tafel gaat, en waarin God een maaltijd voor hem bereid heeft. Nou, ik zie het maar helemaal voor me, dat er een schaap aan tafel zit en wacht op zo'n heerlijke maaltijd. Maar wat zegt dit vers eigenlijk nog heel veel meer? Nou, we hebben vorige week gezien dat als we bij die tafel willen komen, dat als we bij die herfstweide en die zomerweide willen komen, dat we het eigenlijk hebben over timing in ons leven. En soms zit je misschien in een donker dal, waar we vorige week naar gekeken hebben. Waar we vanavond even kort bij gaan stilstaan. En we hebben geleerd dat het donkere dal, waar was het donkere dal ook alweer voor? Welke tijd in ons leven was het ook weer? Nou, dat donkere dal, hebben we gezien, had een hele diepe theologische betekenis. Weet u nog? Het is simpelweg de kortste weg naar de herfst en de zomerwijn. Het is niet meer en het is niet minder. En soms zit je in zo'n donker dal. Nou, vaak wordt het vers aangehaald bij begrafenissen als mensen het heel erg moeilijk hebben. En dat is eigenlijk een beetje onterecht. Want Jezus wil ons uiteindelijk niet door een donker dal heen helpen, daar we dood en verderf zien. Maar hij wil ons simpelweg naar die zomer en naar die herfstweide brengen. Omdat uiteindelijk, als het gaat om het jaargetijde en de tijd, het in de zomer, in het dal, het gras niet zo groen is als boven in die koele lucht waar het gras zo vers en sappig is. En hij wil ons van plek naar plek brengen, zodat we voortdurend datgene hebben en ervaren wat hij zo graag voor ons heeft liggen. Nou, wat gebeurt er eigenlijk door dat dal? Nou, door het dal moeten we dicht bij de herder blijven. Hij leidt ons naar de beste plekjes, naar het lekkerste water, naar die mooie graspollen die bij zo'n heerlijk stroompje groeien, om te genieten van die hele persoonlijke momenten waarin hij soms ons water geeft uit zijn hand, uit de beek vandaan. In het donkere dal staat ook dat we dicht bij hem blijven. En dat we zo dicht bij hem blijven dat we het leven op zijn manier doen. Nou, is het leven op Gods manier doen soms een beetje taf? Nee? Nooit geprobeerd? Ik vind het leven soms met God vind ik taf. En Paulus sprak er een beetje over. Paulus zei: ik zie het leven voor me als een sprint
baan, een kort, smal baantje en ik ga recht op mijn doel af, als een sportman. Nou, is er een sportman in de wereld die nummer 1 wil zijn en tegelijkertijd vreet als een dijker, alcohol drinkt, alles erop en eraan, dat zijn niet fout, maar doet hij dat? Nee, hij gaat simpelweg zeggen, hij vraagt zich af, hey, hoe kan ik nou echt tot mijn doel komen en een sportman gaat voor? Gaat hij voor nummer 2? Nee, nummer 2, dat is oké, okay, het is zilver, maar het voelt als koper of zo. Weet je? Het is helemaal niks. Hij gaat voor nummer 1. En wat doet een sportman? Een sportman zegt, ik vind drinken heerlijk, ik vind stappen heerlijk, ik vind laten weggaan heerlijk. Maar weet je wat, ik wil nu op nummer 1 komen en ik ontzeg mij dingen en ik ontzeg mij dat, zodat ik op nummer 1 kan komen en echt de beste kan zijn. En dat is eigenlijk hier wat David bedoelt. En als je soms door zo'n donker dal gaat, dat je soms de manier van God toepast in je leven, wat soms een beetje taf is, maar het leidt wel naar die hele groene, frisse wei waarin we kunnen genieten in overvloed. Is zo'n fantastisch perspectief. Maar laten we kijken wat er verder gebeurt in het hele verhaal. Nou, uiteindelijk zijn we dus bij die heerlijke groene wei. Is die tafel, in het Spaans is dat, zijn die mensen die niet Spaans kunnen? Wat is tafel in het Spaans? Table. Mesa. Ja, sommige mensen halen Engels en Spaans om daar heen. Weet je, maakt niet uit. Mesa. En het is een tafel. En zo zag David het ook voor zich. Je gaat door zo'n donker dal en soms is het een beetje taf met God om echt zijn gewoontes, die gewoontes die echt leven in overvloed geven, boven te komen en ook echt te genieten van die resultaten in je leven. En hij zag die hele plateau met dat hele frisse groene gras als een tafel die gedekt was, zodat je kon genieten van alles wat God door je leven gedaan heeft. Nou, laten we kijken naar 3 dingen die er gebeuren als we daar op die tafel zijn en wat hij daar allemaal voor ons gedaan heeft. Nou, het eerste, onze veiligheid. Jezus is mijn veiligheid. Als ik bij die tafel ben, heb ik alles wat ik nodig heb en dat geeft me veiligheid. Psalm 23 zegt volgende: u bereidt mij een feestmaal voor waar mijn vijanden zijn. Dus er zijn vijanden, tegelijkertijd is er een feestmaal en het schaap voelt zich veilig. Is cool, of niet? En soms heb je ook van die omstandigheden waar je denkt, het is zo heftig, er gebeurt van alles. Maar je komt misschien thuis bij je gezin en samen met God voel je je toch veilig omdat je weet, hij is me alles. En het stormt misschien om me heen, maar ik kan heel relaxed zijn. Laten we naar een aantal dingen kijken wat de Heer doet om die veiligheid te waarborgen als je daar in die zomerwei komt. Het eerste is dat als een herder je van de lentewei, wat vaak bij de stal is, je in de zomer naar de zomerwei en de herfstwei brengt, in de bergen waar het gras zo lekker fris is, dan is hij daar al een aantal keer geweest om een aantal dingen te doen. Het eerste wat hij doet is, hij verwijdert alle gifplanten die er zijn. En want een schaap die, schaap is een schaap toch? Maar alles is lekker toch? Maar alles is lekker. En God weet dat. Dat we soms genieten van dingen die niet altijd even goed voor ons zijn. En soms haalt hij dingen uit onze omgeving weg, zodat we daar niet mee vergiftigd worden. Het tweede wat hij doet is, hij verdrinkt roofdieren. Hij weet zeker dat als we daarheen gaan, dat als er nog roofdieren daar wonen en een plek en een hol hebben, dat hij zeker weet dat ze uit die plek weg zijn, zodat we daar niet mee in aanraking kunnen komen en we een veilige omgeving hebben. Het derde is, hij maakt alle bronnen schoon. Maar ik weet niet of je het weet, maar in de bergen daar stroomt water. En water is schoon als daar geen menselijke fecaliën in zijn, oftewel poep, of dat daar geen dood dier in ligt. Dus die Heer gaat naar die plek toe. En hij zorgt ervoor dat daar geen dingen in het water liggen. Zeker geen dode dieren die het water verontreinigen. En uiteindelijk een schaap doodziek kunnen maken. Dat is wat hij ervoor doet. Om die hele omgeving helemaal schoon te maken. En dat is wat God, onze Vader Jezus ook doet. Dat hij soms dingen uit onze omgeving weghaalt. Zodat hij onze omgeving veilig maakt. Wie heeft de kinderen? Hebben jullie wel eens dingen weggehaald toen ze heel klein waren? Als je nu bij ons thuis komt, het huis bijna leeg. Alleen de banken staan er nog. Ik weet niet of onze kinderen anders zijn als de rest. Maar bij ons zitten ze de hele dag op de bank, in de vensterbanken, bij de ramen, op de tafels. Niks is veilig. Dus wat doe je? Je haalt alles weg. Niet zodat zij zich niet bezeren, maar zodat wij geen spullen kwijtraken die ons zo dierbaar zijn. Ja, God heeft alles al, dus hij zal niks verliezen. Dus hij is veel meer geïnteresseerd in die schapen. Zodat ze zich nergens aan bezeren.
Dus hij zorgt ervoor dat die omgeving helemaal clean, fris en helder is. Maar soms doet hij dat in ons leven door dingen weg te halen waarvan jij soms denkt, waarom gebeurt dat? Hebben we die ervaring wel eens gehad? Vast wel. Hier, waarom heb ik dat nou weer? Omdat hij ergens iets doet om je voor te behoeden of te bewaren, zodat erger niet kan plaatsvinden. En soms moeten we leren om niet te snel te oordelen. Er waren twee engelen en die gingen op bezoek bij een aantal mensen. Ze kwamen bij een gezin aan. En het gezin was erg rijk, maar niet zo heel erg vrienden. Ze werden niet zo vriendelijk behandeld. Ze vroegen, kunnen we hier slapen? En uiteindelijk werden ze afgevoerd naar de kelder die leeg, donker en nat was. En s'nachts lagen ze slapen. En een van die engelen ziet een gat in de vloer en maakt het gat in de vloer maakt het dicht. En die tweede engel denkt, waarom doe je nou dat gat dichtmaken? Ben je zo vriendelijk voor die mensen? Het is simpelweg wat we moeten doen. De andere dag komen ze bij een tweede gezin. En het gezin is arm en ze worden met open armen ontvangen. En ze krijgen het beste eten wat er nog in huis is voorgeschoteld. Ze mogen in de master bedroom slapen. Ze krijgen de beste bediening van alles. En de andere morgen wordt het gezin wakker. En de enige koe die ze nog hadden was overleden. En de tweede engel zegt, waarom ben je zo slecht voor dit gezin terwijl ze ons zo goed behandelen? De eerste engel zegt, weet je, het eerste gezin was zo rijk en zo ondankbaar. En het gat in die vloer heb ik dichtgemaakt omdat er achter zoveel goud zat wat ze niet nodig hadden. En het tweede gezin, daar kwam s'nachts de engel des doods, wilde eigenlijk de vrouw meenemen. En ik heb de hele nacht gevochten. En uiteindelijk de deal gemaakt, neem die vrouw niet mee, maar de koe. En soms gebeuren er van die dingen in ons leven die we zo heftig vinden. Terwijl God erger voorkomen heeft. En we maken allemaal wel eens dingen in ons leven mee. Maar God heeft de controle. En durven hem te vertrouwen dat alles wat er gebeurt in ons leven, wat we niet onder controle hebben, dat het zijn hand is, los van de dingen die andere mensen ons aandoen. Of de dingen die we onszelf aandoen. God heeft alles onder controle en wil ons graag verder helpen. En onze veilige omgeving geven. En dat is een manier waarin God je wil helpen om van zegen naar zegen te gaan. En soms voelt het niet als een zegen, maar is het wel. En ik heb de afgelopen 5 jaar samen met fantastische mensen, samen met mijn gezin, deze kerk gebouwd. En waar het niet altijd voelde als een zegen, maar ik wist één ding. God is bij me. Hij zorgt voor het beste. En had je mij 5 jaar geleden gevraagd waar we nu waren, maar ik het niet geloofd. Hadden we niet geloofd dat we dit hadden gedaan, hadden we niet geloofd, hadden we ook al die ervaring met God niet gehad, hadden we al die wonderen met God niet doorleefd. En dat is zo fantastisch om het op Gods manier te doen. En soms is het taf en soms is het heftig om hem van dichtbij te volgen in het donkere dal, maar om uiteindelijk die zegen te plukken. Maar door te gaan naar een nieuw niveau in een nieuw leven. Want God gaat altijd door. Maar we leven in een fantastische tijd. Er staat klaaglied in het volgende. Het is goed rustig te vertrouwen en te wachten op de hulp van de Heer. Wie is er goed in wachten? We leven in zo'n fastfood generatie, weet je. Het is eigenlijk, we bidden, poem, we gooien wat in de automaat en we verwachten daar gelijk de andere dag iets uit wat God doet. En als het dan niet is wat we willen hebben, dan zijn we een beetje teleurgesteld en hebben we zoiets van, God, dit vind ik eigenlijk helemaal niet leuk, toch? De vraag is, hoe groot is dat vertrouwen nog? Om datgene te vragen en te ervaren wat God simpelweg geeft in zijn fantastische wijsheid en geduld en onze liefde voor ons. En dat kan op allerlei plekken in je leven zijn. Misschien met je studie, misschien met andere gebieden in je leven. God weet wat goed is en hij weet wat hij graag door je heen wil doen. Laten we kijken naar de tweede gedachte, mijn vijanden. U zalft mijn hoofd, staat er in vers 23. Nou, waarom zou een herder het hoofd zalven van een schaap? Als je er beter een zwarm over krijgt, logisch. Maar voor mij is het niet zo logisch. He, dat een kop ingesmeerd wordt met olie. Ik hou van olijfolie, maar je kop insmeren is weer wat anders toch? Nou, je kop insmeren heeft alles te maken met de vijanden die een schaap heeft. Dit is de grootste vijand van een schaap. Ik heb het ergste hekel aan van die groene vliegen.
Heb je wel eens zomers buiten gegeten en opgelet? Moet je buiten vis eten. Elke groene vlieg die in de groene bak zit in de hele buurt, komt er af. Nou, en als je niet uitkijkt, gaat die vlieg ergens op zoek naar een ingang. Om daar binnen te komen en datgene neer te leggen en achter te laten, waardoor nog meer van die leuke vliegjes komen. Dat is precies de reden waarom een herder diverse gaten, oftewel alle gaten van een beest, dan heb ik het over alle gaten van een schaap, insmeert met olijfolie. Nou, olijfolie, weten we in de Bijbel, heeft een hele bijzondere betekenis. David werd als jonge jongen gezalfd met olie, oftewel dat Gods geest bij hem was, om iets bijzonders door hem heen te gaan doen, later als koning en als groot strijder. En daarmee beschermde hij hem. Nou, dat beeld heeft hij meegenomen om uiteindelijk te laten zien dat God ons beschermt, dat God bij ons is, als we dat toelaten. Nou, als hij dus vanuit die lenteweide doorgaat naar die zomerweide en naar die herfstweide, zitten er in de zomer veel vliegen? Dat is verschrikkelijk. En dat is waarom die herder al die gaatjes insmeert met olie, zodat die beestjes geen eitjes kunnen leggen. Maar wat gebeurt er als die beestjes wel eitjes leggen? Dan worden dat wurmpjes. Nou, heb je ergens wel eens een keer, een beest met een wurm ergens in zijn neus, of misschien wel midden. Wat zou een schaap dan doen? Een schaap wordt helemaal gek in zijn hoofd. En die gaat zitten woelen, die gaat overal tegenaan staan om maar die jeuk kwijt te raken en daarvan af te komen. Nou, als je de Bijbel leest, geldt voor ons op een ander vlak precies hetzelfde. Niet met vliegen. Maar wel met de donkere kant die we kennen als de boze of Satan. Die ergens een deur naar binnen wil bij jou om datgene te planten en te zaaien. Misschien zijn het foute gedachten over jezelf. Misschien zijn het foute gedachten over de rest. Misschien zijn het gevoelens over jezelf of over anderen die niet zo kosher zijn. En de Bijbel leert, zorg dat je die gaten, zorg dat je je hart beschermt boven alles. Zorg dat je dat voortdurend beschermt met Gods liefde, met Gods gedachten, met Gods woorden. Zodat die niet binnenkomen, wel Gods woorden, maar niet die dingen die niet van God zijn. En dan komt God in ons leven op een bijzondere manier. Maar soms ook een beetje een onaantrekkelijke manier. Want als Jezus in ons leven binnenkomt, met al die pracht en praal, met het hele heldere licht, worden dan die dingen en die momenten en die gewoontes die niet zo koosje zijn, zichtbaar. Wie vindt dat fijn? We vinden dat vaak niet zo fijn, omdat we ons daar een beetje schuldig toe voelen, of niet soms? Zou God willen dat we ons schuldig voelen? Ver van dat. Maar grappig genoeg komen we uit de geschiedenis vandaan. En dat we vaak horen dat God in je leven komt en die donkere dingen in ons leven laat zien. We noemen het ook wel zonde. Dat we ons daarom schuldig zouden moeten voelen. Dat is het laatste wat God wil. Want als Jezus in jou en mijn leven komt, en hij schijnt met die heldere licht, met al die liefde en al die perfectie op ons, en die plekken worden zichtbaar in ons leven, wat zou hij dan willen? Wat leren we in de Bijbel? De Bijbel zegt, Jezus zegt, ik ben gekomen om niet te roven en te stelen, maar leven in overvloed te geven. Dus als die in ons leven komt, en er worden, bij jullie is het maar één plekje, wat niet zo'n koosje is. Bij mij misschien stuk of twee, drie, mijn voorganger. En je zou één zo'n plekje zien in je leven. Dan is de boos er al snel om je daar heel schuldig over te voelen. Maar Jezus zelf zegt, denk je nou echt dat ik daar wakker van ligt? Sterker nog, ik wil je helpen om die gewoonte of die zonde, die leidt naar niet meer leven, maar naar minder leven, een nieuwe gewoonte aan te leren. Een nieuwe gewoonte van leren denken, een nieuwe gewoonte van leren voelen. Een nieuwe gewoonte van leren handelen, zodat het geen leven afpakt, maar leven in overvloed geeft, zodat je leven nog bondiger wordt, nog meer leven geeft. God is nooit degene geweest die je schuldig van laten voelen, dat is de boze zelf. Het is Jezus zelf die je leven in overvloed wil geven, simpelweg, omdat hij weet hoe het leven in elkaar zit. Alleen, we leven in een gebroken wereld,
waarin we goede dingen kunnen doen. En we kunnen dingen die niet zo oké zijn. En we soms daar op de bladen zitten. Wie heeft er wel op de bladen gezeten van je eigen stomme handen? We zitten allemaal op dezelfde pagina. Halleluja. Dat is precies wat God bedoelt. En laten we eerlijk zijn. Doen we vaak bewust die dingen, zodat we bewust op de blaren willen gaan zitten? Nee. Alleen het punt is dat we soms het verschil niet weten tussen links en rechts en tussen zwart en wit, waardoor we soms dingen doen onbewust, waardoor we later pas op de blaren gaan zitten. En dat is precies wat God wil, dat we die Bijbel openen, dat we zijn woorden lezen, dat we zijn principes van leven gaan leren begrijpen, dat we dat toe gaan passen in ons leven, zodat het ons leven in overvloed geeft, dag in, dag uit, dag in, dag uit. En dat is wat ik zelf ervaren bevelen met jullie. Dat als je uiteindelijk Gods principes zoekt, vindt en toepast. Wauw. En dat is precies wat David hier wil aangeven. Om ons te beschermen, zodat we echt genieten van alles wat we hebben. Dus al ben je slecht, je geeft je kinderen toch wat ze nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven om wie hem daarom vragen? Als we het woord van God lezen, dan reinigt het ons. Laat de Heilige Geest ons dingen zien. Zodat hij ons een nieuwe manieren, nieuwe perspectieven van leven kan geven. Wat leven in overvloed geeft. En ik weet diverse mensen zoals jullie hier zitten. Misschien binnen ijsje of binnenkwam. Met gewoonten in je leven waarvan je wist dat ze zo destructief waren. En je dacht ook al wat er andere manieren, andere wegen waren. Die je leven in overvloed hebben gegeven. En dat is precies wat Jezus wil doen. Elke dag weer. Elke maand weer. Elke seizoen weer. Want het houdt nooit op. Wanneer ben je uitgegroeid in je relatie met God? Wanneer ben je perfect? Nooit. En dat is het nice leven met God. Om voortdurend op zoek te gaan wie die is. Om voortdurend te zeggen, God, is er nog ergens iets waardoor ik meer op u kan lijken? En ik nog mijn leven in overvloed kan hebben. Zoals hij het leven ooit bedoeld heeft. Nou, hij zalft dus het hoofd. En dat zijn je gedachten. Hij wil dat we clean denken. Dat we positief over onszelf denken. Dat we positief over onze anderen denken. Daarom ons hoofd wil zalven. Spreuken zegt het volgende. Bescherm je hart boven alles. Want uit je hart komt voort alles wat je doet. Nou, laat ik zijn. Wat beschermen we in ons leven het minst? We beschermen alles. Onze auto gaat op slot, ons huis gaat op slot, onze fiets gaat op slot. Zeker, we moeten in Nederland 3 sloten op hebben. We beschermen alles, toch? Maar als het om ons hart gaat, er komt een persoon in ons leven die zegt iets. Het raakt ons hart. En onze dag is verwoest. De Spreuken zegt, bescherm je hart boven alles. Vraag je af, wie zijn die mensen die we tegen je zitten? Vraag jezelf af, is het God die dit tegen me zegt? Laten we ons hart beschermen, zodat het ons niet raakt, maar dat er een stevige muur omheen zit. Waar alles kan hebben. Waar je voortdurend weet, God is bij me, God is met me. Hij houdt van me. Hij doordringt mijn hoofd met olie. En hij beschermt me wie ik ben. Om datgene te zijn wat hij jou bedoeld heeft. Het tweede waarom hij je hoofd insmeert, is de machtsstrijd die we hebben. Nou, schapen die vechten tegen elkaar, met elkaar, om de beste chickies te krijgen. En we hebben allemaal wel eens een machtsstrijd in ons heen. Misschien met een broer, misschien met een zus, misschien met je vader, misschien met je moeder, misschien met je vriend. Misschien zelfs wel met je schoolgroep, misschien wel binnen in de kerk iemand. Er is altijd een machtsstrijd gaande. Maar Herre smeert het hoofd van het schaap in dat als ze vechten, dat de hoofden langs elkaar heen glijden. Dat is precies het beeld wat Jezus ons wil meegeven. Dat de Heilige Geest bij ons is. En dat de machtsstrijd die er is, verzacht wordt. Dat we beschermd worden voor erge, diepe wonden in ons leven. Dat we soms een strijd uit de weg gaan. Want gevoelsmatig willen we elke strijd aangaan, want ik heb gelijk. Een van de dingen die ik geleerd heb is dat ik de strijd moet kiezen. Waar strijd ik nou voor? Ik kan niet elke strijd winnen. Ik kan niet elke strijd de winnaar zijn. En niet elke strijd is het waardig
om voor te strijden. Ik heb een beperkte tijd, ik heb een beperkte energie, ik heb een beperkt talent. En ik zou heel nauwkeurig moeten weten, waar strijd ik voor? Ik strijd voor mijn relatie met God, om het fris en helder te blijven. Ik strijd voor mezelf, om on fire, om positief, om krachtig te zijn in mijn hart, ziel en lijden. Alles erop en eraan. Ik strijd voor mijn gezin. Ik strijd voor mijn smallgroep. Ik strijd voor mijn kerk. Ik strijd voor mijn eigen familie. Hoeveel meer kan ik niet doen. En ik wil heel spaarzaam zijn met mijn energie, mijn tijd, mijn geld en mijn talent. Om datgene te doen wat God alleen van me vraagt. Niet meer en niet minder. Johannes zegt het volgende. Ik vraag u niet hen uit de wereld weg te nemen. Maar hen te beschermen tegen de duivel zelf. God wil je beschermen als geen ander. En de tweede manier waarom God je hoofd wil beschermen is dat we via ons hoofd kunnen schapen ziektes doorgeven. Zo erg zelfs dat schapen een huidziekte kunnen krijgen waardoor ze zich helemaal doodkrammen. En ze dadelijk doodbloeden. Welke mensen zijn er om ons heen die ons besmetten? Welke mensen zijn er om ons heen waarvan je weet, is het niet zo positief voor mezelf? Om je daar meer mee te beschermen met Gods gedachten. Bidden voor die persoon. En zeg God, ik wil niet zo dat die persoon mij beïnvloedt. Ik wil dat ik van die persoon houd. Dat die persoon u gaat leren kennen. Even kijken naar de laatste gedachte van vanavond. Mijn blijdschap. Mijn beker vloeit over van mijn zegen. En als je dit leest, denk je, wauw, awesome. Toch? Iedereen wil zegen op zegen. Elke dag opstaan, halleluja. Dat je op je werk bent, oh, mijn weekend was zo fantastisch, toch? Is dat reëel? We leven een leven. Niet alles is perfect. Ik kom soms ook wakker en ik denk van... Kan niet even. Maar het is God zelf die leven in overvloed wil geven. Die zo graag wil dat we zijn manier zoeken. Dat we 's ochtends het woord van hem openklappen. Misschien maar één vers lezen. En misschien maar één principe erin. Wat de gewoonte die we tot dat toe hebben gehad verandert en leven in overvloed geeft. En dat is precies waar we kunnen beginnen. Om het woord te openen. Simpelweg te lezen, te zoeken. Ook al ben je gaan lezen, pak één vers. Ben je willen lezen, pak één heel hoofdstuk. Maar ga lezen, ga op zoek naar zijn principes van leven. Zodat je die principes in je leven kan integreren. It's a tough. Gewoontes komen er heel langzaam in. En nieuwe gewoontes komen er ook heel langzaam in. Maar als we Gods gewoontes, zijn principes in ons leven verweven, in ons denken, in ons voelen en ons handelen, komen we op die groene wei waar de tafel gedekt staat. En kunnen we plukken van die zegeningen die Hij voor jou en voor mij heeft klaarliggen. Zullen we samen bidden? Dus dank u wel voor wie je bent. Dank u wel voor het fantastische beeld van David die zo duidelijk laat zien dat u leeft, dat u echt bent. Dat u ons leidt door donkere dalen heen. Wanneer we soms u volgen. Niet weten waar we heen gaan. Niet zien waar we heen gaan. Niet voelen waar we heen gaan. Het enige wat we voelen is soms angst en twijfel. Maar het zijn in die donkere dalen dat u dicht bij ons bent. Dat u ons verzorgt, dat ons nieuwe dingen aanleert. Zodat we eindelijk in die bij kunnen komen en onze zegen kunnen plukken. Dat het leven geeft. Zoveel zelf dat onze beker overvloeit. Heer, dat is wat we willen ervaren. Dat is wat we willen zien. In deze wereld die niet perfect is. Dat u naast ons gaat staan. Dat u ons meeneemt. Op die reis. We moeten leren kennen. Uw manier van leven in te integreren in ons leven. En van beide naar beide. Van zegen naar zegen kunnen gaan. Omdat u het zo omdat u het zo wilt geven. Als persoon, als smoelgroep, als kerk. En te genieten van alles wat u voor ons heeft klaarliggen. Dank u wel dat u van ons houdt, dat u met ons meegaat vandaag. In onze week, in onze uitdagingen. En geef ons nieuwe perspectieven, nieuwe vormen, nieuwe principes om met mensen, situaties om te gaan. Die voor elke vervelende situatie omgebogen wordt.